klacht van de dag. Ik ben Marlies en ik werk als klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is, ik werd gebeld door een vrouw die had last van geluidsoverlast door jongeren in het speeltuintje naast haar nieuwe huis. En ze heeft daarvoor de gemeente benaderd en die heeft daar wel antwoord op gegeven, maar het was toch niet helemaal duidelijk voor haar wat de gemeente er nou mee ging doen. En ze heeft toen ons gebeld om te vragen hoe ze nou wel een reactie van de gemeente kan krijgen en hoe ze duidelijkheid kan krijgen van de gemeente over wat ze gaan doen met haar klacht. Ik heb toen contact met de gemeente opgenomen en gevraagd wat er al met de klacht was gedaan en wat ze nog voor deze mevrouw konden betekenen. En toen heeft de gemeente een jongerenwerker langsgestuurd bij deze mevrouw en haar helemaal uitgelegd wat ze precies gaan doen en dit was heel verhelderend. Tip is om als je een klacht hebt bij de gemeente of een melding over overlast, dat je ook heel duidelijk aangeeft wat je van de gemeente verwacht, zodat ze daar goed op kunnen antwoorden. Ik ben Renier van Zutphen, ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht, laat het ons weten.